Jacob, ik krijg heel vaak de vraag van klanten hoe ze hun leer moeten onderhouden. Kun jij daar ons wat meer over vertellen? Ja, onderhoud is ontzettend belangrijk. De meeste materialen die Pêché toepast, maar wat je ook in andere hoofdstellen en zadels tegenkomt, is gemaakt van leer. Leer is ook meestal van de koe. Het is een beetje een triest verhaal, maar die koe die leeft niet meer. Die koe die maakte ooit huidvet aan en wij moeten zorgen dat het huidvet weer terug inkomt. Nou, wat wij met leren producten doen is, we gaan het gebruiken. Paarden gaan zweten. Zweet droogt uit, onttrekt als het ware het vet uit dat leer. En dat wordt door het hart, leer hard en dat gaat knappen. Nou, wat ontzettend belangrijk is zadelzeep. Dat reinigt en er zit een klein beetje voeding in. Dus het allerbelangrijkste is dat je je hoofdstel, je singels en je zadels regelmatig reinigt met zadelzeep. Nou, hier zit een handig sponsje in. De sponsje kun je een beetje nat maken en dan zit hier onder de zadelzeep. Nou, met een klein beetje water, als het sterk vervuild is, heb je wat meer water nodig. Maar dit reinigt de huid, haalt zeg maar die zouten, die vuiligheid haalt het eruit. En het doet iets te pietje voelen. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je zadelzeep gebruikt. Nou, als je dat gedaan hebt, dan, als je het dan helemaal goed wil doen, dan ga je het daarna behandelen met ledenbalsem. En ledenbalsem, dat voedt dus eigenlijk weer terug dat huidvet in het leer aanbrengen. Nou, dit is, dat ruikt een beetje naar bijenwas, ruikt ontzettend lekker. Dus ook, ruikt heel lekker. Het is natuurlijk materiaal. Dus dit is qua voeding, daarna is dit het allerbelangrijkste. Nou, wat even goed is om te vermelden, is dat je je kussens nooit met een vetachtige of een olieachtige substantie mag insmeren. Heeft te maken dat anders het voedende in de wol gaat zitten. En dan wordt de wol wordt hard en gaat inklinken. Dus de rest van het zadel mag je gewoon doen wat je wil. Zadelzeep om te reinigen, balsem om te voeden. Alleen de kussens, daar moet je bij met vet, dus met de balsem moet je vanaf blijven. Heel af en toe, heel dunnetjes erop is niet erg, maar niet te dik. De rest van het leer kun je niet overvoeden, want als het leer eenmaal vol is, neemt het gewoon niks op. Dus je kunt beter iets te veel doen als te weinig. Ja, zeker ook bij singelstoten, hè? Want daar zie je vaak bij de scheurtjes ontstaan, omdat er ook vaak veel druk op komt te staan. Nog één laatste vraagje, want lak, hoe gaan we daarmee om? Is dat het beste om alleen met water schoon te maken? Lak is een soort rubberachtig materiaal en dat kan uitdrogen door de zon. En daar heb je speciale lakcremes voor, een gemiddelde schoenenwinkel, ik weet niet of jij het in je bus hebt. Ja. Dan met lak heb je een ander crème nodig om dat lak soepel te houden. Ja. Dus niet met vet erop, want dat doet niks. Dat is even de tip. Een speciale lakcrème. En dan houd je je hele zadel compleet mooi in onderhoud, als je regelmatig onderhoudt. Ja. Ja, blijft heel mooi. Eigenlijk als het leer scheurt, is het een klein beetje je eigen schuld, want is het droog geworden en dan krimpt het en dan knapt het kapot. Ja. Nou, dat is zonde. Dat is zonde. Dus zorg dat je die producten in huis hebt, zodat je dat niet overkomt.